The things you're about to hear are the powerful inner thoughts going on inside the mind of a champion. And this is the inner symphony of greatness, the epic soundtrack of success. I was born a champion. Nou, dat was wel verschrikkelijk gisteren natuurlijk met die aanval in de gym. Fucking hyperventilatie. Maar we hebben het overleefd. En ja man, ik dacht ook een infarct zou krijgen of zo. Ja. Of ook een ambulance erbij en zo. Maar het schijnt dus dat ik te veel koolmonoxide eruit heb geblazen. Maar na die set, dan ben je te gespannen, moet je rustig blijven. Maar ik deed verkeerd ontspannen. Want ik ging dat eens even proberen en toen voelde ik zeg maar al die energie uit me gaan. En toen dacht ik zoiets van fuck, weet je. En toen zat ik weer zeg maar op de bodem met mijn hart en zo. Toen ging ik aarde, toen ging het wel goed. Maar toen ik dus opstond, toen had ik zoiets van oké, ik moet even gaan zitten, weet je. Toen ben ik naar de balie gegaan. Ja, en daar ging het niet goed, man. Ik kon niet bewegen, ik kon niks zeggen. En toen zei ik van, ja, bel de ambulance maar, man. Zijn die fuckers gekomen? Eerst gaan ze heel hard praten. Ik probeer heel rustig op die brancard te liggen, zitten. En die vrouw, die had echt haast of zo, weet je. En die duwde me zo wat erop. Maar goed, toen zijn we in het kantoortje gegaan, een beetje privé. En toen hebben ze allemaal van die dingetjes om me geplakt. Had ik dit al verteld in de vorige aflevering? Nou ja, fuck it man. Vertel ik het nog een keer. En bloeddruk gemeten. Hartfilmpje gemaakt. Toen was mijn suiker geprikt. En toen zei ik van, wat zit er in die spuit, weet je. Want na die spuit werd ik in één keer soort van, ja, toen kreeg ik energie. Dus ik weet niet man, werd ik weer soort van ontspannen, maar hij deed ook wat, weet je, met dat praten en tikken en zo. Waardoor ik weer een beetje omhoog kwam. Maar toen gingen ze in één keer wel rustig praten. In het begin praten ze hard gek. Maar goed, ik begint een beetje door te krijgen nou. Nou, vanochtend naar de kerk geweest. Is ook wel een goede dienst. Wou ik vanmiddag nog gaan, maar ja, ze waren al volgens mij klaar, net klaar of zo. Toen ben ik een stuk gaan fietsen. In de avond, want tenminste 6 uur hadden ze nog een dienst. Toen ben ik daar gegaan, zat ik maar met de andere persoon. Maar ja, toen ben ik zeg maar wel weer een soort van beetje omhoog gekomen. Maar dan zat ik weer, weet ik veel, hoog aan die andere kant of zo. Want toen ik thuis kwam, hoorde ik het ook, weet je, zit hoog. Dus ik ben eigenlijk, toen ben ik gaan eten, maar ik ben, hoe heet dat? Voor de verandering een keer staand gaan eten. Waardoor je dus eigenlijk ook, ja, toen werd ik soort van gespannen. Ging ik ijsberen thuis en toen ging ik eigenlijk zitten op de bank, maar toen trok ik soort van leeg of zo. En toen zakte ik weer soort van om mijn borst in mijn hart naar beneden. Toen ben ik maar naar buiten gegaan, man. Want ja, ik probeer een beetje ontspanning te krijgen, toch. Ben ik eigenlijk ook maar die plek waar ik altijd ga, ben ik ook een beetje gaan ijsberen en zo. Even nog een paar berichtjes gestuurd. Ik heb donderdag heb ik afspraak bij de dokter. Ga ik voor een verwijzing vragen naar zo'n zo'n soort van burn-out coach of zo. Met batterij, iets met human batterij of zo. Maar die gasten zullen er wel verstand van hebben. Dat is zo'n driehoek bij, weet je. Fucking yellow shit. Maar ja, we gaan het zien, joh. En dan, verder, nu zit ik hier.
Dit is een soort van favo plekje. In de hood. Tenminste, overal waar zo'n ding zit, weet je. Kijk, zit in zo'n... hoe noem je dat? Zo'n schommel. Maar zo'n ronde, weet je. Want dan kan ik gewoon even lekker liggen. En gewoon ontspannen doen. Ik merk wel dat ik dit aard toch ook wel, weet je. Dus ik loop wel soort van leeg weer. Maar ja, daar heb ik gewoon schijt aan. Als ik daar thuis kom, dan mik ik magnesium erin en ibuprofen. Dan ga ik proberen te slapen. Vannacht was ik ook om 2 uur wakker. Toen dacht ik van ja, fuck jullie, weet je. Ik heb echt wel mijn rust nodig, man. Ik ben kapot, man, de laatste dag. Dus ik ben gewoon gaan blijven liggen. Na een paar keer nog wakker, gewoon fucking raar gedroomd en shit. Maar goed. Ja, joh. Het is niet echt leuk. Maar goed, ik had ook afspraak met die verbindingscoach en zo. Alleen omdat ik nou geen doekoe heb, kan ik niet naar die afspraak gaan. Ja, joh, zit je weer krap hierbij, man. Maar dat geeft niet, joh. God voorziet wel. Daar geloof ik wel in. Dus. Ja, verder. Verder steek ik nog even een peukje op. Dan zou je ook zeggen, het is dom om te doen, weet je. Als je net zo'n aanval hebt gehad. Nou ja. Ik smoke dan thuis niet meer. Omdat het toch wel zo'n heftige terugslag heeft, weet je. Ik wil toch nog gewoon blijven smoken, ik weet niet, man. Ik probeer het wel, maar dat lukt nog niet helemaal. Maar dit is de omgeving, zit in zo'n speeltuintje, man. Een beetje de sunset, maar het begint nou echt donker, nou ja, donker te worden. Dus dat eigenlijk, dat zijn de vooruitgangen voor waar we daar vooruit gaan vandaag. For so long I was searching for a real love, but I finally found my real love. And that real love is me. Desperado. Sitting in a old Monte Carlo. For so long.